Johan de Bruin, we hadden vorig jaar een prachtige zomer, maar ook een prachtige bruisende Brink en een prachtige wielerronde sinds lang. En nu zitten we hier op Oostbroek en dan zit die zaal vol en het gaat over fietsen, het gaat over wielrennen. Wat is er ondertussen gebeurd, misschien in de winter? Dat klopt, het idee is ontstaan in de winter. Alleen, ik moet zeggen, vorig jaar toen de wielerronde was verreden, overigens na 40 jaar is die toen weer verreden. En achteraf konden we zeggen, na alle tevredenheid ook een groot succes ook om het te mogen organiseren met veel vrijwilligers. En onze speaker, Rien van Horek, de schrijver van het boek De Pedaalridders van de Peel, hij beschrijft alle wielernesten in het land van Kuik en daaromheen. En een van de wielernesten is Oploos en Tunnis. Ook Boksmeer en Zambik komen voorbij. En ik wist dat Rien hier en daar lezingen hield. Ik zei, Rien, wat zou het leuk zijn om in het voorjaar als opmaat naar de 13e ronde van St. Tunnis op 13 juli dit jaar, als we dan een wielercafé organiseren en op die manier de mensen enthousiast te maken om die wielerronde op hun agenda te zetten. Zodat we kunnen rekenen op veel renners en publieke belangstelling. Ja. Nou zeg Rien, dat lijkt me wel wat. Dat gaan we doen. Ik zeg nou Rien, dan nemen wij de organisatie en wij, dat zijn Tars, dat zijn de medewerkers van Oelbroek, vanuit de dorpsraad worden gesupport. Kortom, het idee was ontstaan en we hebben het van de winter uitgewerkt. Alle gasten die we gevraagd hebben, konden allemaal. Hebben direct allemaal ja gezegd. En boven verwachting zien wij hier een volle zaal. En dat zijn meer dan 400 belangstellenden. Een hele kunst om die allemaal te laten zitten. Dat is niet gelukt, moet ik zeggen. Maar kortom, de avond is gestart. En we zijn nu al tevreden. Ja. Dat klinkt goed. Natuurlijk, even nog even terug naar die ronde van St. Tunis. Een ronde, dat is bekend. Dat is rondjes rijden en wie... Maar jullie hebben ook nog meer keuzes gemaakt die ook met wielrennen te maken hebben, hè? Ja. Wij hebben een samenwerkingsverband, een platform opgezet met de organisatoren van de Ronde van Zambik, van Oplo, van Graven, van Mil. Wij met z'n vijven hebben gezegd van als we elkaar ondersteunen, als we elkaar versterken, als we elkaar aanvullen, als we van elkaar willen leren, dan gaan we met elkaar proberen het wielrennen in het land van Kuik op een hoger niveau te brengen. Om het met name bij de jeugd ook te enthousiasmeren. Onder andere door het organiseren van dikke bandenracen. Het voornemen is ook om clinics te gaan organiseren voor de jeugd om vertrouwd te raken met wedstrijdfietsen. En het eerste resultaat van deze samenwerking is het zogenaamde Cyclingland van Kuik. Dat moet je even toelichten. Ja, Cyclingland van Kuik, dat is het platform, dat is de samenwerking van die vijf organisatoren. Van die criteriums die plaatsvinden in het land van Kuik. Overigens zijn wij de enige gemeente in het land van Kuik met 6 wielerwedstrijden. En dan rekenen we de Daagse Tour daar ook bij. Noem ze even. De Ronde van Graven, de Ronde van Mil, we kennen de Ronde van Oplo, de Ronde van Zambik. Ze hebben allemaal hun eigen naam en de Ronde van St. Tunis. Met Daagse naar de Tour maakt dat 6. En we zijn een enthousiaste club om het wielerbolwerk in het land van Kuik echt op de kaart te zetten. Ik kwam nog een term tegen die ik eigenlijk niet zo persoonlijk niet zo kende. Ultrafietsen. Ultrafietsen. Thomas Ronge, Dion Gerrits en Fleur Cornelissen. Die gaan dit jaar een heuse tour fietsen in Tsjechoslowakije. Uit hoofd 1400 kilometer. Daar mogen ze een bepaalde tijd over doen. Vraagt een grote inspanning. En het is niet vlak over de weg. Het is heuvel op, berg af. Ze gaan daar zo dadelijk hun verhaal over doen. Daar zal ze interviewen. Ik ben ook heel benieuwd naar hun verhaal, want voor mij is het ook een nieuwe tak van sport. Dankjewel en veel succes. Dankjewel. Rien van der Horek heeft een prachtig boek geschreven onder de titel De Pedaalridders van de Peel. En dat zijn natuurlijk alle wielrenners die hier in de buurt actief zijn. Rien wenst iedereen die dit boek gaat aanschaffen heel veel leesplezier.